En jullie, die kennen natuurlijk beter even niet te veel de deur hoe het gaat. Ze zitten natuurlijk midden in de doelgroep van die vreselijke ziekte die overal toeslijt. De coronacrisis treft de ouderen natuurlijk het helst. En daarom heeft hij het personeel van Busdel, het verzorgingscentrum op Ruiver, iets bijzonders bedacht. Toen de week Busdel en Ruiver werden bedacht, was het de bedoeling dat mensen met en zonder zorg doorheen kwamen te wonen. En ook de basisschool staat midden in de week. Maar hoeveel mensen achter de voordeur moeten blijven en alle activiteiten in de week zijn afgelast, werden er een bijzonder mini-concert georganiseerd. Het was de bedoeling dat de bewoners van Noed de voordeur kosten geneten van de muziek van harpiste Els Denissen. Omdat ik altijd als muziektherapeut bij Porta Silva kom en ik ken deze gebouwen en ik dacht, dit is ideaal om dus muziek te maken zonder dat ze met de mensen in contact komen. Omdat het heel zo fijn open is en iedereen kan bij zijn eigen voordeur blijven zitten. Dus ja, oogcontact, dat gaat ook op afstand, hè. Nu kan iedereen die het wilt, kan komen en die het niet wilt, dan blijf ik gewoon achter de voordeur. Heb je wel eens eerder gezongen voor 3 verdiepingen mensen? Nee, niet op deze manier. Ik ben begonnen met de liedjes die ik vanzelf altijd doe, Keltische liedjes. Heb ik er 1 instrumentaal en 2 gezongen. En toen heb ik de mensen mij laten zingen. Ja. Ja, dus dat is een beetje een mix van wat ik normaal zeg maar voor mezelf doe en wat ik als werk doe. Dan geven ze het al aan, dit is ook in werk om met mensen met muziek aan de slag te gaan. Ja. Dus daardoor kom ik dan op de gesloten afdelingen. Iedere week op 6 afdelingen. En dan doen we ook dit soort liedjes zingen. Dus dat is al mijn werk. Maar daarom wou ik ook een klein stuk van mijn eigen muziek, mijn Keltische muziek. En daar ben ik dan mee begonnen. En als afsluiter dit natuurlijk. Heel bijzondere ervaring. Ja, dat is heel mooi. Ja.